in Tongeren, in het proces tegen Pieter van Werschoven, de man die enkele jaren geleden in Kleine Brogel zijn vrouw Ida heeft gewurgd, tweemaal om zeker te zijn, beleven we nu enkele verrassingen. Voor insiders zijn het niet echt verrassingen, misschien wel voor de buitenwacht die dacht dat het allemaal zo eenvoudig was. Wel nu, wat blijkt? Het onderzoek is niet volledig geweest. Dat vindt althans de openbare aanklager Patrick Boyen. Het is allemaal niet meer zeker wat er 's morgens gebeurd is, kort voor de wurging, en hoe de ruzie zou geëscaleerd zijn. We hebben de beelden gezien van de wedersamenstelling, een video van bijna 3 kwartier. Niet slecht, mooi gefilmd met de onderzoeksrechter Ilse Lommelen als vedette. Maar na de rand blijkt nu dat we niet weten wat de maaginhoud was van het slachtoffer en het alcoholgehalte en zo verder. Er is een en ander niet onderzocht, of althans, er zijn daartoe niet de opdrachten gegeven. En nu is het plots niet meer zeker of dat wel rustig koffie is gedronken 's morgens, of de vrouw wel gedronken had, zoals de anderen beweren. Trouwens, de wetsdokter is hier komen zeggen dat hij geen enkel spoor heeft gevonden van drankmisbruik. Nochtans, volgens de getuigen, dat zijn allemaal tegenstanders van het slachtoffer, dat is duidelijk. Volgens deze mensen zou de vrouw de voorbije jaren honderden en honderden flessen van de beste wijn hebben gedronken. De wetsdokter vindt daar niks van terug. Ook de zogezegde overdreven medicatie, ook bij de lijkschouwing, is daarvan zeer weinig terug te vinden. Het is de volksjury zelf die vragen is beginnen stellen. En nu is een nieuw gedeeltelijk onderzoek nodig. Wetsdokters moeten opnieuw onderzoeken doen van de maaginhoud. En ik vrees dus dat dit proces ook nu weer een dag langer zal duren, wegens gebrek aan antwoord op de meest evidente vragen. Dit alles neemt niet weg dat het proces nu al minder wit-zwart is dan in het begin. De dader is minder heilig misschien dan we dachten en het slachtoffer is wellicht minder slecht dan we dachten. Althans, ik dacht dat niet, maar zo werd het voorgesteld. Ik herhaal wat ik eerder al zeide. Spijtig dat het slachtoffer hier zelf heel deze boel niet kan komen tegenspreken.